In dit filmpje ga ik jullie laten zien hoe je kunt vermenigvuldigen in een 60-tallig getalstelsel. Ik heb hier als voorbeeld alvast een vermenigvuldiging klaargezet. Die gaan we eerst even op de normale manier vermenigvuldigen in een 10-tallig getalstelsel. En dan gaan we daarna kijken hoe het in een 60-tallig getalstelsel werkt. Je ziet het getal 12,34. Dat betekent 12 groepjes van 60 en 34 lossen. Oftewel, dat komt overeen met het gewone getal 754. Daaronder staat 6 en 5, 6 groepjes van 60 en 5 lossen, dat betekent het getal 365. Die ga ik vermenigvuldigen met elkaar. We beginnen met de 5, 5 keer 4 is 20, 0 opschrijven, 2 onthouden, 5 keer 5 is 25, plus de 2 die we onthouden hadden is 27, weer 2 onthouden, 5 keer 7 is 35 en nog 2 is 37. Dan een 0 opschrijven, want ik ga nu naar de tientallen. Dan gaan we 6 keer 4, 24, 2 onthouden. 6 keer 5 is 30, met de 2 die we onthouden hadden. En 6 keer 7 is 42, met nog 3 die we moesten onthouden. Maakt 45. En tot slot, we zetten alvast 2 nullen neer, want we gaan 2 posities naar links. 3 keer 4 is 12, 1 onthouden. 3 keer 5 is 15. Plus die ene die we onthouden hadden. En dan nog 3 keer 7 met 1 onthouden maakt 22. Alles bij elkaar optellen. Komen we op een totaal van... Nog wat onthouden. 275.210. Nu eens kijken hoe dat in het 60-tallig stelsel gaat. We beginnen met 5 keer 34. Dat maakt 170. En in een 60-tallig getalstelsel betekent dat 2 groepjes van 60 en we houden er nog 50 over. Dus ik schrijf er 50 op en ik onthoud 2 groepjes van 60. Vervolgens 5 keer 12 maakt 60. Plus nog 2 die we moesten onthouden maakt 62. Dat betekent ik schrijf er 2 op. En ik heb nog eentje die ik moet doorschuiven. Dan gaan we vermenigvuldigen met de 6. Dat betekent alvast een 0 neerzetten. 6 keer 34 is 204. Dat zijn 3 groepjes van 60 en je hebt nog 24 over. 24 schrijf ik op en de 3 onthoud ik. 6 keer 12 is 72 plus de 3 onthouden is 75. Dat betekent dat ik er 15 ga opschrijven en 1 groepje van 60 ga doorschuiven. Pas nog precies. En nu de hele boel bij elkaar optellen. 50 lossen, 26 groepen van 60, 16 groepen van 3600 en zelfs 1 groep van 216.000. En dan mag je narekenen dat als je 1 groep van 216.000, 16 groepjes van 3600, 26 groepjes van 60 en 50 lossen telt, dat je dan precies uitkomt op die 275.210.